Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En jullie, vanaf vandaag zijn officieel sporters weer welkom in het OV. Vanwege de coronacrisis. Vandaag mag iedereen dus ook weer gebruik maken van het OV, dus ook sporters. Vandaag gaan we weer een dagje reizen. Is dus, na bijna 4 maanden. Cubus GD, let's go. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being like. Zo, station Groningen. Achter ook een capacity op lijn 5. Ik ga nu naar Kardingen toe en dan ga ik voor de derde keer met UBS. En voor het eerst ga ik hem echt meenemen achterin. Dus dat wordt ook wel leuk. I do. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Net hier de bus uit. En er staat, dat zie je nu niet heel goed. Misschien een heel klein beetje achter. Er kwamen OV-stewards naar binnen en die gingen de tickets controleren. We hebben ze alleen maar even gecontroleerd als mensen uitstappen en instappen en dat was het. Maar we gaan nu, zo ga ik weer met lijn met de andere drie richting Leek. I've been thinking too much lately. En we zijn in Leek. God, ja. Hij heeft er weer zin in, hos, jongen. Peperzer Hoogkerk. Je paar minuten wachten en dan gaan we door naar het Oosterstation. Ja, dat ding is ook eraf, maar dat mag nog eventjes af. Net als dus mijn planning tot nu toe, wat ik vandaag allemaal heb gedaan. Ik ben eerst naar Groningen gekomen, toen naar Kardingen om het hoeken mee te gaan. Nu zetten we. Nu ben ik dus met hem mee geweest naar Leek, zo naar Groningen toe. Daar zit Jamai zo en dan gaan we in ieder geval met de capacity paars mee op lijn 5, maar het is officieel een oranje bus. En voor de rest ga ik nog niet doen wat ik wil, maar in ieder geval vanmiddag ga ik weer met Hielke mee aan het Hielke. Stokbrood! Bus! Laat bal! Laat! Mijn film! Zo, nu in het centrum van de grote macht. Nu hebben we net vanaf het hoofdstation Hielke, die is nu even een poosje klein ingenomen. En dan heb ik Jamai ontmoet. En nu gaan we met mijn 1 naar Zernike en dan met mijn 15 terug. Kloonjukkel. Wij worden achtervolgd. Vind ik eng. Bus. O jee, vind ik eng. We zijn verplaatst van daar naar hier. We zijn nu op lijn 1 hebben genomen naar Zernike Noord. We waren met lijn 15 naar het hoofdstation gegaan. We zijn weer teruggegaan naar Zernike. Omdat er een bekende chauffeur op zit. Haha, dat wordt al gezegd, hij zit hierachter. Met deze mooie C2 hybride bus. Nu gaan we zo weer terug naar het hoofdstation. Dan stappen we af. Hij gaat op af en wij gaan dan even kijken wat we gaan doen. Misschien met een andere bus. We zien het vanzelf. Met een andere capaciteit. We zien het vanzelf wel. Ik speel nu even staat schrokken op de achterbank. Bus leeg. En we stonden toen nog voor de brug stil. Maar die gaat nu wel naar beneden. Heel vaak zit deze in storing. Now I'm gonna burn.
gaan heel we hebben nu de capaciteit gehad op lijn 5. Officieel hoort daar een Julier op te zitten. Hier gaat er net de capaciteit weg. Daarachter ging net de capaciteit weg. We waren net te laat. Dus is nu moet een kwartiertje wachten. Het zei zo. Wat valt hier te doen in Harks? Een meerstad en een kwartier te doen? Niks! Wat is hier? Niks! Valt hier te doen op meerstad? Wat is er helemaal in meerstad? 2. Halte dingen. Een kloornieuwkool. Wat? Ik ook. Wat? Fietsenstalling. En een heel groot parkeerterrein. En voor de rest is hier een ringweg. Valt hier te doen als je hier een kwartier zit? Niks! 41. Komt er wat aan. We kunnen eindelijk weg hier. Er is die, eindelijk. Het werd tijd. Oei. Oei, werd tijd. Weer met een capaciteit terug, heerlijk. Kappa. Dus, we hebben een privébus, toch lekker door mij. Ja. Ze hebben hier, hebben ze oude stoelpatroon op deze bus hier neergezet. Dus dat is heel apart. Station van Groningen, want ik ga even een frietje halen. Wat is het hier van dit, zeg? Hier is ongeveer hetzelfde, maar daar is de kale bende. Als ik hier in de Steven van Waard liep, was hier gewoon een bronoverkapping. Hier ook. En die is allemaal weggehaald. Focus, I can't forget. Weer met die chauffeur mee, waar ik ook mee was op lijn 15 naar UMCG, omdat het een bekende chauffeur van me op. Nu, waar we eigenlijk meegaan tot zo'n plein, maar waar kom je tot de verbazing op OV-info, dat er een de 3075, een heel oud oudje, ik moet even een foto in beeld zien, als dat lukt, dat die op de bus hier zit, dus die nemen we dan weer mee terug. Dus daar heb ik zin in. Jij ook, Jamai? Wat? Heb jij zin om zo met het oudje te gaan? Ja! Yes! Zoals die Ebitkers hebben een tramwiel. En die chauffeur die maakt altijd een geintje mee. Van het lijkt net een ijskoker. Dus dan zei hij zo toen we uit het hoofdstation vertrokken. Even kijken of de mensen nog een ijsje willen. Let's go, hè? Let's go. De laatste keer dat het waarschijnlijk kan, dus genieten.
je af of wij van deze genietritten. Jazeker. We gaan nu deze even genieten. Waarschijnlijk ga ik, dit is woensdag 1 juli, dus waarschijnlijk om 3 juli. Dan hebben we nog een kans om alleen te doen. Jamai gaat dan niet mee. Dus geniet toch even een paar minuten en dan zijn we helaas afgelopen. Ja. Ik voel me echt heel erg raar om deze bus te hebben genomen voor laatst, deze. Busstation Kardingen. Vandaag op jullie geweest. Gaat die jongen weer, dan gaat dat joch weer pesten. Dan gaat hij voor me even rijden. Jongen. Leeg. Ik voel mij afgesloten. Bij een Antwerpenweg. We zitten in België. Met een Nederlandse bus. Oh jee. Plezier. Haren, lijn 6, capacity. Gaan we weer verder. Laat Paul dus leeg. Appingedam, we hebben hem even mooi neergezet om een foto te maken. We zijn te vroeg en nu zo met de 6 weer terug richting Groningen. Weer geluk, komt er weer een capacity aan, ja, net ook al een capacity. Ik heb geluk vandaag. 2 keer capacity oranje en 2 keer capacity paars. Wat wil je nog mee hebben? Nou, heerlijk.
Nou, de bus gaat achter je weg, mondkapje maar af. De dag is voorbij. Hele leuke dag gehad. Ik kwam met veel leuke chauffeurs, bussen. Ook nog een bekende chauffeur, ook een chauffeur tegengekomen die we kent van een Facebook-artikel. Waar ik sta van Q-bus. In ieder geval, vandaag was 1 juli. Binnenkort ga ik weer meer, nog meer. Dus tot de volgende. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Nou, blauw duimpje omhoog. Abonneer. En tot de volgende video. Later.